Max Verstappen, die zelf verrast is door zijn prestaties van zichzelf en niet te vergeten van die nieuwe RB20. En hoewel iedereen roept dat de concurrentie dichterbij is gekomen, zullen we races gaan krijgen waarbij we de Nederlander waarschijnlijk alleen bij het begin en het einde van de race in beeld gaan zien. Maar wordt het dan saai? Nou, dat gaan we dadelijk bespreken. Maar ik denk zeker niet. Want erachter zagen we wereldkampioenen strijden, teamorders uitgedeeld worden in die eerste race, coureurs die in de steek gelaten worden bij een podiumplek en een troosteloos Alpine waar de gaten. Os compleet bleek te zijn vlak voor de start van die race. Goed dat je kijkt naar alweer de vierde aflevering van dit podcastseizoen van de Formule 1 podcast van Racing News 365. Joris Mosserdijk, dat ben ik. En we gaan nabeschouwen op die race in Bahrein En al een klein beetje vooruitblikken op de Grand Prix van Saudi-Arabië. Want over zes dagen gaan we gewoon weer racen. Zoals altijd doen we dat met Formule 1 kenner Rudimmers en vierplay analist Tom Coronel. Tom, om maar met jou te beginnen. Uh, ja, de race is een dag eerder. Dan wordt de podcast een dag eerder. Dat is voor ons zondagochtend. Ja. Niet jouw meest La scherpe moment. Van de Week. Oh, je gaat het gelijk verklappen dat ik net nog in mijn bed lag dus. Ik ben wakker gebeld door de jongens. Ik hoor in één keer naast me... Prr prr. Ik denk, wat is dit dan? Ik kijk naast me. Ik zie mijn meisje gewoon op de telefoon. Ik zeg, goedemorgen, goedemorgen. Ik zeg, hoe laat is het? 9 uur naartoe. toen jumpte ik eruit. Dus ik heb even heel snel eventjes... Uh, mijn shirt aangedaan. gedaan. <laughs> nee, ik heb wel mijn broek aan, hoor, jongens. Niks er <laughs> netjes. Ja, bij Tom weet netjes. je het nooit. Maar ik durf het Tom ook niet te vragen om nu op te gaan staan om te bewijzen of hij een broek aan heeft. Dat vind ik bij jou toch nog een beetje risico. voor. Oh, hij gaat. Niks dan. Hij heeft een broek aan, heel goed. Um, ik denk dat we gewoon meteen lekker gaan beginnen met de podcast. Ruud, ik sprak jou net even in onze voorbespreking voor de podcast. Daarom wil ik de eerste stelling even bij jou meteen gooien. Want een spannend seizoen voor de zegen kunnen we in ieder geval dit seizoen af gaan schrijven. Is het een nieuw seizoen? Want het voelt toch gewoon net alsof je naar. De verlenging van 2023 aan het kijken was. Nee, eigenlijk... nee maar kijk naar, kijk naar vorig seizoen. Verstappen die won met slechts 11 seconden. Het zijn er nu 22. Dus je zou kunnen zeggen dat wel een nieuw seizoen is aangebroken. <laughs> ja. Ik wilde net zeggen, ze zijn twee ja. keer zo snel. als dat ze vorig jaar uh, waren. Nou ja, en dan gewoon. Bij Ferrari. Met Ferrari hebben ze dan nog uh, de hoop. Hè, dat Sainz had vorig jaar wat, wat meer achterstand. En dan wordt dan gezegd van. nou, weet je, die heeft zijn achterstand gehalveerd. Ja, maar Leclerc. Ja. die lag voor hem en die viel uit. Maar lang vraag kort. Uh, het lijkt er een beetje op uh, nieuw seizoen, uh, maar meer van hetzelfde. Het is uh, van alles veranderd. Iedereen heeft andere auto's. Red Bull heeft een ander concept. Ja, ze hadden het uh, hè, tijdens de vrije trainingen zogenaamd heel erg moeilijk. Maar in de race, het was gewoon. Ja, ik vergelijk Max eigenlijk met een soort van schaakcomputer of met een computer. Het was niet normaal. Zeker die eerste stint. Mr. Consistency race... was het. Als je naar nou zijn ronde tijden kijkt, dan denk je echt: dit is niet normaal. Als autocoureur zijnde ben ik dan echt stinkend jaloers. Hoe die gewoon ting, 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 ting. Gewoon non-stop iedere keer die rondetijden. Zo vlak naast elkaar. Zo mooi, zo precies kon hij rijden. Hij zat gewoon helemaal in zijn eigen modus. Eén grote flow was het. Ja, maar eigenlijk zat hij gewoon heel binnen twee tiende. En hij had er volgens mij op een gegeven moment zeven van de vijftien ronden... die gewoon ja, binnen, binnen een ja. halve tiende of zo van elkaar zaten. Dat je dacht... Huh? En ook zijn tweede stint was op de harderband... De eerste sectortijden. Dan heb je gewoon acht sectortijden. Of zo, die gewoon binnen 50 of 60 duizendste van elkaar zitten. Dan denk je van ja, uh, hoe dan? Nou, sterker nog, als je gaat kijken naar die eerste sectortijden, dan zette hij twee keer achter elkaar. In die lab 19 tot en met 27. Twee keer exact dezelfde sectortijd neer. Op drie decimalen. Achter. ...de comma. En nou ja, goed. Uh, jullie beginnen meteen over die, die rondetijden. Uh, ik pak dan meteen heel even één vraag erbij... ...die al als binnen was gekomen voor de vragenronde. Want wat is nou de meerwaarde, vraagt Wim... ...van die strakke rondetijden? Want natuurlijk de brandstof neemt... ...iedere ronde neemt hij natuurlijk wat af. En hij, Wim krijgt daardoor de indruk dat Max... ...dus elke ronde zijn auto iets meer kiest... ...om iets meer te ontzien. Want de auto wordt natuurlijk lichter... ...het wordt iets makkelijker... ...de banden worden slechter... ...maar toch zo strak rijden. Is dat dan een sport voor hemzelf... ...of heeft dat daadwerkelijk nog nut? ja Nee, dat is absoluut een sport van hemzelf. Uh, want je, je wil namelijk... Je, je maakt de reference time. Hè? Je voelt je lekker bij een bepaalde tijd hoe je rijdt met de auto. Hè? Dus hoeveel je de auto zeg maar, een soort van op zijn flikker geeft. En die grens die wil je niet overschrijden. Want als je dat doet, dan valt hij in één keer in een klif... ten opzichte van de banden die dan gewoon in één keer heel hard afnemen. Dus je zegt, oké, okay, hier voel ik me lekker bij. Dit is het gevoel dat ik wel de snelheid heb... maar dat ik precies het gevoel mooi en fijn hetzelfde zou moeten kunnen houden... En dan luk je dat ook nog. Nou, dan heb je wel zo'n goed gevoel voor de auto. In combinatie met de banden. En de hele situatie om je heen. Ja, dat, is, dat is bijna niet te doen, jongen. Ik heb dit misschien twee keer in mijn leven gehad. En als ik zie dat hij het gewoon non-stop doet. Ja, dat, dat is. Dat is... Ik, ik ga je vertellen: hier gaan mensen nog heel lang over napraten. Iedereen, iedere journalist, iedere autocreur zegt: wat is dit? Is zo knap. Uh... Ruud, kan Verstappen dit alleen in het monstermateriaal wat Red Bull omgeeft? Of zou hij dit ook in een andere auto kunnen? En heeft hij gewoon zo'n goed gevoel met wat voor auto dan maar ook, dat het niet per se aan die Red Bull ligt? Nou ik denk dat, uh, dat Tom die vraag het beste kan beantwoorden. Maar je ziet gewoon dat hij uh, ja, dat die, dat die heel erg in controle is. En ja, als je, als je onboard mee rijdt, zit de rust en de stuurbewegingen. Dan zie je rechts hier die Delta ten opzichte van zijn beste tijd. Het is iedere ronde, is het hetzelfde. Het is gewoon helemaal rust. En nou, dat, dat is ook een ja, spelletje wat je speelt. Hè? Met je eigen delta. Hè? Als je ziet dat je ietsjes eroverheen zit, dan doe je hem iets minder pijn. En zie je dat je ietsjes eronder zit, dan, 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 dan geef je hem iets meer stress. En dat bedoel ik mee, de auto. Want de auto geeft je die feedback. He? Dat gevoel met het stuur, het grip level, ja, ik noem dat altijd het piepen en kraken van de auto. Want dat is hoe je met de, de auto praat. He? En je ziet het, als hij, als hij blokkeert, dan zegt hij: Oh, ik heb hem ietsjes op zijn flikker gegeven. Dus ietsjes te veel. En dan geeft hij dus de feedback terug door, door te gaan blokkeren. En dat zie je vaak bij de herpinnen: he? dit link, linker voorwieletje, dat ze doorschoten. We hebben Leclerc zien doen, we hebben het uh, Russell zien doen. Nou, ik denk dat je, als je daar een camera neerzet, dat iedereen het wel een paar keer gedaan heeft. Maar ik weet ook zeker dat bij Max het Gebeurd is en dat is dan weer het vreemde als jij zo'n goed gevoel hebt met de auto, hè, dat je dus zeg maar mee aan het worstelen bent aan het judo en dat je met z'n tweeën gewoon fun hebt. Dat is wat Max had, en dat is zo belangrijk als autocureur zijnde dat je exact weet waar je de auto pijn doet en in combinatie met de banden, wat ik net uitlegde. En dat heeft deze jongen. 100% onder controle. En dat maakt het seizoen dus heel erg interessant. Want daarmee kan je ook direct aangeven: als je de auto niet lekker aanvoelt, dat je direct kan zeggen: Hé, hey, wacht even, ik heb nu niet het gevoel. Dus dat je de setup kan veranderen. Hadden jullie ja. wel nog een beetje hoop, ook Ruud, op een misschien nog iets spannendere race? Want als we keken naar de eerste drie vrije trainingen. We hadden Ferraris die bovenaan stonden. En in één keer een Ricciardo met die Racing Bulls die het ontzettend goed deed. Natuurlijk de Mercedes. En eigenlijk Red Bull. Ja, die leek er net niet helemaal lekker bij te zitten. Ja, en dan heb je natuurlijk die, die kwalificatie waarbij de Q2-tijd van Leclerc goed genoeg was voor Paul. Maar ja, een kwestie van te vroeg pieken. Maar jij schudde al je hoofd nee. Je zag het erbij al lang hangen. Nee, we hebben het er natuurlijk uh, ja, de afgelopen weken ook over gehad. En Red Bull zet niet in op specifieke kwalificatieperformance. Dat hebben ze vorig jaar ook niet gedaan. Uh, toen je de pol had, had je al zoiets van. Oké, okay, hij heeft de pol al met twee tienen voorsprong, dan is de eerste ronde doorkomen. Heel even settelen en dan komt ja, de, 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 zeg maar, de magische max machine komt een beetje op stoom. En dat zag je nou ook. En het mooie was, ik zat Tom gisteren nog even te appen. En dan zie je de ronddijden. Dan zie je Russell die rijdt de eerste twee rondjes rijdt Knijterhard, eigenlijk voor zijn doen, en volgens is het gelijk boem klaar. Gewoon een drop of een, een seconde of anderhalf. Nou, dan later krijg je wat koelingsprobleempjes en wat andere dingen. Weet je, dat hoort er dan misschien allemaal bij. Alleen je ziet dat, zo Max die denkt: van oké, okay, ik doe gewoon mijn eigen ding. En dat kun je natuurlijk ook als je een hele goede auto hebt, hè? begrijp je niet verkeerd. Maar volgens ja, maar je hebt gek laten maken, precies. Maar volgens mij, een tempo rijden waarvan hij weet en Red Bull weet: van oké, okay, jongens, dit hebben we nodig, en dat tempo is zo snel strak. Ja, het is gewoon eigenlijk bijna eng. Het is gewoon, het is, ja, waar we het net al over hadden: dat je al die tijden rijdt binnen twee tienden van elkaar. Um, ik zat te kijken op, uh, op de data bij de andere cursus, en dan zie je meer uitstapjes. Uh, hoeveel cursus zijn er in bocht 10? Dan werd het opkomen van het, van het rechte stuk, zeg maar achterop. Het wordt niet recht doorgeschoten, eigenlijk bijna iedereen. Volgens mij alleen Verstappen ja. en in niet. Ja, en dat zijn maar wel wat van ja. die dingen dat je denkt van, nou ja, oké, okay, die auto die is goed, hij is helemaal vernieuwd waarmee een misschien nog wel zelfs meer potentieel nog in die auto zit dan er eigenlijk vorig jaar nog in de Red Bull zat, want die werd eigenlijk niet meer ontwikkeld. Nu weet je al dat in Japan komen waarschijnlijk de eerste hè, de eerste upgrades en natuurlijk de rest zit ook niet stil, maar ja, het is te, de, het schat lijkt onveranderd. Dat is dus al, het, dat in lijkt de kwalificatie was het eigenlijk al duidelijk, hè? Als jij ziet dat Max twee tienden van een seconde heeft ten opzichte van de rest, heb je gezien wat het verschil is tussen plek twee en plek negen? Dat is twee tiende. Dus zo so close was het. En, uh, en dan ben je Pires en dan denk je, nou, ik ben 35 tiende langzamer naar verstappen. Nou, dan heb ik het toch echt goed gedaan. Dat klopt, dan sta je vijfde. Nou, En dat maakt nou net dat verschil. Dat hele gat waar al die anderen om aan het vechten zijn, die twee tiende, dat gat, dat had Max als voorsprong. Nou, dat, 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 dat is een hele andere wereld, zit je dan nou gewoon in. Dus ook, ook al even... in de kwalificatie. Ik zag hem ook niet aankomen hoor met de twee vrije trainingen, P6. echt ik, ik had zoiets: nou, gaat nog eens een spannend seizoen worden. Laten we inderdaad even die 22 seconden terug in de tijd gaan. Want het is natuurlijk mooi dat Verstappen... Ja, die zat al bijna aan het rozenwater. En toen kwamen uh, Perez inderdaad Sainz een keer over de finish. Sainz gaan we het dadelijk over hebben over Ferrari. En toch even naar uh, Perez. Um, want de, ja, dat zien we online. Want ik sprak gisteren ook weer met Aron natuurlijk heel veel dingen over. Van ja, Perez die moet zich schamen. Uh, die moet eruit voor Ricciardo. Maar als we toch heel even gaan doen. Dit is toch eigenlijk wat Red Bull van hem verwacht. Hij wordt gewoon tweede. Ja, 22 seconden. Ja. Maar stel, hij finisht iedere race tweede achter Max Verstappen... En de Desnoods is het een halve minuut, of is het een minuut? Dan gaat hij toch niet uit de auto gegooid worden. En dan gaan ze er een Ricciardo of een Lansen of een, of een Sainz neerzetten. Nee. nee, dit is de ideale tweede rijder, want uh, hij kent zijn plek. En de anderen die gaan natuurlijk van alles proberen en die gaan stress veroorzaken. Dit is nou precies wat je in een raceteam team wil hebben: eentje die gewoon verdwijnt aan de horizon, en eentje die gewoon keurig netjes tweede wordt. Zet je daar nou iemand in die gewoon toch het gevecht gaat proberen aan te gaan, want ik bedoel, dat gaan de anderen gewoon doen. Ja, dat, dat, dat gaat niet goed komen. Dat gaat alleen maar weer stress uh, veroorzaken. Als ik nu de teambaas zou zijn, zou ik gewoon deze rijders per exact hetzelfde houden. Ook, ook ja, al kijk, willen we het niet, hè? Ja. Maar zolang, zolang de Red Bull de dominante uh, auto wisselt, maar kan Perez het ook. Hè? Want hij zit gelijk in de kwalificatie, dat hij weer vijfde staat. Als het wat moeilijker is, dan zie je hem net als vorig jaar gewoon punten verliezen. Dus ja, dat. Uh, ja, goed. Uh, dat, uh, hij, heeft, hij heeft dit weekend gewoon goed gedaan. Hè? Dat hij zat er, uh, maar goed, goed gedaan is dan. Uh, nee, dat wel, daar moet ik lachen. Ik moet lachen dat je 6, 7, 8, aan je broek krijgt per rondje gemiddeld. Joris zegt net: Is goed gedaan? Hij ja. moet vervangen worden. En jij zegt: Goed gedaan. Nee, maar dat is dus het contrast. Dus ik, 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 ik ben het helemaal met jou eens, Ruud. Uh, dit dit, dit rijderspaar moet je echt zo houden. Gewoon om, om de stress te ontzien. Want uh, waar gaat het uiteindelijk om? Je wil eerst en tweede worden. En dat word je altijd met deze twee. Laat het zo zeggen, iedere keer dat Perez binnen één of twee posities... waar of dan de voor- of drachter is, laat ik even het midden... van Verstappen finisht, wordt zijn handtekening iets dikker gedrukt... op misschien nog een extra seizoen in de volgend jaar RB21. Zou je gewoon kunnen zeggen, toch? Nee, ik, ik, weet je, ja, als jij in het Verstappenkamp zit en dan wordt aan jou gevraagd... Ja, joh, wie zou jij als teamgenoot willen hebben? Dan weet ik dat de eerste reactie is, I don't care. Want zoveel zo zelfvertrouwen is er wel... Maar ik denk, als je goed gaat nadenken, weet je, uh, wil, je, wil je dan iemand hebben die bijna net zo snel is als Max, of Max onder druk gaat zetten. Of wat? wat wa waarom zou je een ander rijderspaar doen? Wat is, wat, wat is de reden daarvan? Je wil 1 en 2 worden, dat word je toch al. Dus um, ja, ik, ik, zoals ik net zei, ik, ik zou hem zo houden door, de, door het stresslevel gewoon, uh, gewoon gezond te houden. Want je ziet dat het team nu gewoon gezond is, en dan heb ik het over het rijdersparen. Wij ja. uh, gaan naar de volgende stelling. Dat gaat over het favorietje van Tom. En daarom laat ik Ruud even als eerste antwoorden. Want Carlos Sainz gaat nu veel beter presteren zonder contract en zonder druk van Ferrari. Nee, ik, ik, geloof, ik geloof in dat soort dingen niet. Ik geloof dat iedereen even ja, gewoon zijn normale niveau haalt. En dat moet niet afhankelijk zijn of je aan het einde van het seizoen een stoeltje hebt of geen stoeltje hebt. En uh, ja, hij is voor Leclerc geëindigd. Maar ja, Leclerc had ook superveel problemen. Uh, per Leclerc, dus... wederom niet voor het eerst in zijn carrière. Ja, ja dat, dat eigenlijk. Hè, dat... Over het hele seizoen denk ik dat... Het zit redelijk dicht bij elkaar natuurlijk, bij die twee. Hè. Dat, de Sainz is geen pannenkoek. Leclerc heeft vaak wel iets meer magisch zeg maar, eromheen. Um... Nee, maar ik zie niet in één keer in dat, dat Sainz... Uh... Leclerc gaat overroelen dit seizoen. Daar, daar, daar zijn die twee te veel voor aan elkaar gewaagd. En vaak is het gewoon de afgelopen jaren geweest dat Sains, los van natuurlijk zijn overwinning, nog zie je Tomor weer knikkenbollen. Van, hmm. Ja, of maar knikken, ja, sorry. inderdaad. Heeft maar, vorig jaar maar één gewonnen. Ja. Ja. Het ja, eerste seizoen was Sains bij Vrijdag... die meer punten, uh, punten gepakt dan Leclerc. Dus weet je, ik. ik Tuurlijk begrijp ik dat je een Lewis pakt. Die begrijp ik. Want als je hem kan pakken, moet je hem pakken. En ik begrijp ook dat je Leclerc houdt. Maar doe nou niet net alsof of, of Sainz gewoon helemaal geen potentieel heeft. Ik bedoel, het was de sterkste teamgenoot ooit van Verstappen. En dan weet ik dat Verstappen helemaal aan het begin van zijn carrière zat. En dat ze moesten groeien en noem het allemaal maar op. Maar het is, het is geen pannenkoek. Absoluut niet. Nee, en dat... Uh, ja. Ik, ik hoop voor hem dat hij ergens op een, op een leuk plekje terechtkomt. komt. Zijn, die speelt Moet. in ieder geval wel lekker in de papieren nu met die derde, met die derde plek. Het is één race, hè. ze zijn drie en vier geworden. Hè. Het is niet de ene derde, is geworden en de andere achtste. Dus. Nee. Ja, uh, ja, maar hij, over... hij degradeerde hem hoor. Hij heeft echt serieus ja, maar Lecler, uh, vanavond Lecler ook, slecht Lecler, geslapen. Leclerc Lecler had ook wel ergens een, een probleempje. Leclerc ging ze wel recht doorsturen ongeveer. Nou ja, en bo Bochtien. Ik denk dat hij vaker Bochtien niet gehaald heeft dan, uh, dan wel, Tom. Het is geen, die had het is daar geen een strippenkaart, ja. Die, die had daar <laughs> wel een serieus probleempje. Hé, uh... hey, en dat was natuurlijk euh... een mooie... Als je te laat remt, klopt dat, ja. Ja. <laughs> Vlaagje. We hebben natuurlijk uh, um, een, een prima resultaat gezien van dan Ferrari, zouden we kunnen zeggen. Eigenlijk wat we ook niet verwacht hadden, ook echt een uitstekend goed resultaat van Alpine. Die waren natuurlijk gestart als negentiende en twintigste. Maar nou, het kan gezegd worden, ze eindigden als zeventiende en achttiende. e kwam niet omdat ze zo'n fantastische race reden. Maar voornamelijk omdat Sargent een halve minuut stilstond aan het einde van bocht 1 door een stuurprobleem. Jan Bottas die had een ja. kapot wieldopje, waardoor zijn pitstop ook anderhalve minuut duurde. Um, in eerste instantie, Alpine was natuurlijk. Vorig jaar niet per se een team wat schitterde, maar ook niet het team wat onderaan stond. Hoe kan het dan zijn dat ze er dan in een weekend of misschien dit seizoen zo ontzettend naast zitten? Nou, Joris, dat zo ontzettend naast zitten, dat is het ook niet. De competitie is gewoon groter geworden. Je ziet gewoon dat gewoon van de eerste plek tot aan de laatste plek is het gewoon allemaal zo compact. En dan zie je dus zo'n klein beetje maakt dit verschil, en dat maakt ja vind ik Formule 1 nu steeds interessanter, want ja, behalve Max dan hè, die moeten we gewoon eventjes helemaal vergeten. Is het echt serieus, competitief? Uh, het komt natuurlijk om de reglementen, nagenoeg hetzelfde zijn gebleven, weet je wel? Dus dan is alles hetzelfde. En dan zie je dat die teams die in de achterhoede zitten, steeds ietsjes dichterbij komen. En dat zie je ook, want vanaf plek 2 naar de laatste plek, als je ziet wat dat tijdverschil is, dat nou, dat, dat dat is bijna niks meer. Dat was vroeger secondes. En, ja, dan sla je wel net de plank mis. Want de rijders hebben dus geen gevoel met de auto. Want daar zeiden ze heel. Ja, we weten niet precies waar we, waar we mee bezig zijn. De snelheid is er niet. Ja, dan heb je ergens structureel hè, een serieuze uh, fout gemaakt in de design van de auto. Ja, nou, kijk, het, het, rommelt, het rommelt daar in alle kanten. En uh, voordat de eerste race verreden is. Uh, is het al totale crisis? Ik bedoel, de kwalificatie was verschrikkelijk. De, 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 de pace was het totaal niet. En tuurlijk, het veld zit ja. dicht bij elkaar. Alleen kunnen we ons nog herinneren dat toen Alpine nog Renault heette. Dat ze een uh, 100. Uh, nou, eerst was het een uh, drie-jaren plan. Toen was het een 100-racers plan. Toen was het weer wat anders. Om wereldkampioen te worden. Ja, en dat, ja, je bent een maar... fabrieksteam, hè? Je, ja, dat is zo... natuurlijk in die periode dat ze met die, met die turbomotoren reden uh, en de rest niet. Dus dan, dan, toen waren de verschillen natuurlijk veel te groot. Maar als je nu gewoon even ernaar kijkt, dan denk ik: ja, jongens, wat, wat zijn jullie allemaal doen? De fundering is er gewoon niet. Ze maken er gewoon zelf een mega bende van. En daar bedoel ik mee dat ook in de organisatie constant veranderingen zijn. En dan heb ik het niet over de rijders, maar dan heb ik het gewoon intern. De basen veranderen non-stop. Nou, nu dan heb je gezien dat de designer, de hoofddesigner weggaat. En weet je, ergens moet je, je moet een bepaalde basis hebben, rust hebben. Ik probeer het altijd zo uit te leggen. Je kan geen flat bouwen. Iedereen wil te snel. Heel snel een flat gaan bouwen. Maar als de fundering niet goed is, flikkert die toch om. Of het nou die kant, op, die kant, op, die, kant op, die kant is. Uiteindelijk valt die om. Dus je moet eerst zorgen dat die basis goed is. En dan heel voorzichtig moet je stapje voor stapje moet je gaan bouwen. Wij McLaren hebben het gezien. Weet je, met Ron Dennis, uh, Withmarsh. Uh, die kregen mot. Nou ja, dat is de fundering. Nou, dan is het klaar. En daarom kan het best wel gevaarlijk zijn. Wat er ook bij Red Bull allemaal aan de hand is. Want het verstoort toch. Weet je, maar zolang de baas strak en duidelijk is. Dan is ook de basis waar je aan bouwt... is alleen maar naar boven. En dat hebben ze ja. niet bij Alpine. Verge misschien moet we, misschien, we, misschien we, uh, bij Alpine... gaat technisch directeur Matt uh, Huiman, die gaat weg in hoofd aerodynamica... Dirk de Beer. Uh, die ja. hebben een ontslag ingediend. Dus die... Uh, ja, uh, ze kunnen daar op zoek naar uh, wat andere talenten... die uh, moeten proberen die auto iets beter te gaan maken. Maar misschien kunnen het bruggetje maken. En ik wil in ieder geval je, voor Joris zijn, uh, zijn hoofd wegkapen. Uh, zijn voeten wegmaaien. Ja, het gras voor zijn... Vo het is, juist, dat is het. is echt zondagmorgen. Het gras voor zijn voeten wegmaaien. Maar ja, bij Red Bull is natuurlijk van alles aan de hand. En we hebben natuurlijk uh, een Horner Gate... of weet ik veel hoe we het willen noemen. Um, ja, de, de, we dachten allemaal van... Oké, okay, nou, er komt een statement... Um, hij is onderzocht, het is allemaal oké, okay, hij blijft zitten, het zal wel klaar zijn. De hele perk was ook gewoon echt letterlijk klaar mee. Toen kwam er op de donderdag, volgens mij, kwam in één keer een of andere hè, mailbom naar alles en iedereen. Tijdens de tweede vrije training was dat, ja. Ja, en die WhatsApp dat, die is verspreid, iedereen heeft hem, dat weet ik zeker. Ja, maar het is in de mail, hè. Dat is het bijzondere. Hè. Ja. Alle mensen die in Bahrein aanwezig waren, alle journalisten, maar ook de topmannen van de Liberty, van de Formule 1, zeg maar. Team van ja. ...Benzulayem, iedereen heeft het gekregen, allemaal. En daar stond dan um, ja, daar stond van alles in, waar we niet over gaan praten. <laughs> maar ja, lang verhaal kort, het scherm wat daarin stond was allemaal niet zo heel schokkend. Um, maar nee. de mensen hadden zoiets van, nou, dan zal het nou wel een keer klaar zijn. Ja, maar het maar gaat erom dat eten... ze willen dat er een mening komt. Dat er, dat er ergens politiek wordt ergeduwd door iemand. Dat ze willen dat er meningen komen, dat hij dus eigenlijk onder druk... Of opstapt, uh, of bezwijkt, uh, of zijn vrouw begint te mopperen, of weet je. Maar ja, uh, digitaal, ja ja, het, ja, ja. Als je er heel goed naar kijkt en je, je maakt het zelf mee, dan doet het zeker pijn. Dan gaat hij steken. Daar, daar ben ik wel van overtuigd. Maar ik bedoel, uh, als je weet wat hier allemaal in staat, ja, zou ik ook niet de wereld geslingerd in willen hebben. Weet je, sommige dingen zijn ook gewoon privé. En dat vind ik wel het vreemde. Je privézaken of je privégevoelens of, of hoe je het ook allemaal noemen wil, liggen wel op straat. En dat vind ik wel een beetje fraar, raar. dat iemand je echt ja. probeert onderuit te trekken. Dus de, er is meer aan de hand. Het is niet alleen ja, nou ja. dat SMS-verkeer of WhatsApp. Nee, natuurlijk niet. Want ik bedoel van dat dat, dat dat ja, dat is onderzocht en het wat gedeeld. is dan wat je overal voorbij ziet komen, dan denk je van oké, okay, is het dat? Volgens mij de helft van ja. de relaties of huwelijken die strand in het leven. Er zijn weet ik veel mensen die een keer uh, buiten de deur wat dingetjes doen. Uh, goed, het zou dan met, uh, met iemand in het team geweest zijn, nou is dat meteen reed op staande vloer, voet uh, ontslag op staande voet. Geen idee, weet ik, weet ik niet. Maar als je dan ziet van het is onderzocht, het is klaar. En op dat moment krijgt iedereen in één keer zo'n ja, milbom, om het zo te zeggen. Maar je ziet die spanning, zie je ook gewoon. Um, en het was natuurlijk heel geforceerd toen Horner met, uh, met Gary. Samen daar, met zijn vrouw, het pedagog kwam, tijd. hand in hand, kusjes ja. uitdelen. Alsof, alsof er niks nooit aan de hand geweest. was. Ja, nou, alsof er niks aan de hand was. Alsof ze elkaar net uh, drie dagen kennen en drie dagen verkering hadden. En niet van een lichtte. meisje wilde laten zien. Ja, Hij ja, heeft het had goed maar... gemaakt die avond ervoor. <laughs> <laughs> Yo, ik denk, het, ik denk dat we de meer dan genoeg te. De meeste hm? baby's worden gemaakt naar ruzie, Dat weet je. Hoeveel kinderen heb jij, Tom? <laughs> Ik maak niet zo vaak ruzie. Nee, maar ja. het, 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 het is slecht voor het team. Het is slecht voor de sport. En het is nog niet klaar. En je ziet dat ook weer. Hè, de, de blijven Laten nou ook wij er ook gewoon klaar mee komen. Ja, ik ben, er, ik ben er klaar mee en ik hoop gewoon... Nou, dat bij we gewoon... deze dan kappen we Lekker je mee, want we gaan, wel ja. nog, we, nou, we gaan wel nog even naar een ander onderwerp... wat ik eigenlijk vrij interessant vond. Want dat was op een gegeven moment van het, richting het einde van de Grand Prix. De, ja, een beetje interne ja, crisis is overdreven, maar er strijkt nu al bij de racing Bulls, oh. Namelijk waar Yuki Tsunoda de hele tijd vast zat, oh. een lange tijd vast zat, achter een haas. Waarbij er gezegd werd, jongens, we gaan van positie wisselen. Ricciardo zal namelijk ook heel dicht achter Tsunoda. Nou ja, Tsunoda, die moest ja. even twee rondes nadenken, liet er voorbij... Conclusie, Ricciardo komt niet voorbij de haas. Maar geeft die positie ook niet terug. Omdat Aldous Ricciardo ja. het team daar niet om gevraagd heeft. En dan is er zeg maar in die outlap... richting de pitstraat nog eens aan de hand. waarbij Tsunoda bijna op Ricciardo inrijdt. Um in eerste instantie, ja, kijk, Ricciardo, Ricciardo is natuurlijk gewoon een, een, een meester met de media. Hij, hij weet het op die manier, weet hij het praten, waarbij als je naar hem luistert, denk je: Oh ja, nou ja, hij heeft eigenlijk wel gelijk, het klopt. Had gewoon Ricciardo niet ja, gewoon die positie terug moeten geven aan Sonoda, ondanks dat het team hem ja. niet daartoe de opdracht gaf? Ja. Nou, maar het, ja. hij, heeft hij heeft hem gekregen. Dit is, ja, dit is als rijder zijn. Ruud, ik was woest toen ik het zag. Woest. Dit is gewoon respectloos wat Ricciardo daar gedaan heeft. Echt serieus. En het maakt niet uit wat het team heeft gezegd. Dit heeft met jezelf te maken. Dit heeft laten zien van uh, fuck you. Want dat is gewoon wat hij gedaan heeft. If you give, you get. Onthoud wat ik zeg. Ja? Hij zit erachter. Wij weten allemaal dat als Yuki de haas niet kon aanvallen. Hé, hey Ricciardo, weet je wat, laat het je voorbij. Mag jij me aanvallen. Ga je er voorbij. Dan mag je hem houden. Ga je er niet voorbij? Moet je hem teruggeven, want ik heb hem ook gegeven aan je. Ja, anders moet dat je kost. mij ook maar proberen in te halen. En dat deed hij niet. Dus ik, ik zat echt te wachten op de finishlijn van nou. Let maar op, die geeft hem terug 100%, 100% en dat gebeurde niet. Nou, ik zou woest zijn geweest als een Yuki, maar het mooie hier is dat we de rest van het jaar dus gewoon geen cadeautjes meer gaan zien dat Yuki gewoon doet. Yo, mannen, doei doei. Weet je, die doet gewoon hey, hoppa of die doet gewoon plop, radio stekker eruit. ...gegroet, ik zie jullie wel aan de finish. Want vergeet even niet, Yuki zat er gewoon voor. Hoor. Zat voor Ricciardo. Hij was uh, sneller dan Ricciardo. Uh, de kwalificatie zat hij ervoor. Dus wat, waarom zou je überhaupt moeten denken... ...dat je hem ervoor zou moeten laten? Dan gaan we even terug naar het begin. Ja, Yuki reed je voor. Alleen Yuki, op welke banden reed Yuki? Maakt niet uit. De voor is de voor. Ik, ik, uh, iemand, nee, nee, er zit een nee. concurrent achter me. Die heeft een snellere band. Die zou ik ervoor laten. Helemaal gek geworden. We zijn Tom. aan het racen. Ja, maar Tom, um, Ricciardo stond op de zachte band. Die had meer snelheid. Um, je weet allemaal, dat op, op de zachte band heb je een paar rondjes om het te proberen. Nou, team mm -hmm. vroeg en Yuki, gaaf, hè, weet je, laat hem maar voorbij. En toen was Het was tijd, eigenlijk... bla bla bla. Nou, uiteindelijk doet hij dat twee ronden later. Nou, dan kill je eigenlijk een beetje die zachte band al. Ricciardo komt er niet voorbij. D nee. Nou ja, dat is dan maar zo. Ja, ja maar dat wacht, is dan wacht, maar zo. Ik, mer ik merk nee, aan ik je dat je gefrustreerd bent. Ja, dat werkt ja, niet. Ja, echt. Alleen, 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 alleen het begint je. weet wat er van je komt, hè, jongens. Veel kinderen. K <laughs> tussen nee, twee mannen, mannen lukt dat niet, Rut. Uh, of uh, nee. jongens. <laughs> Ga door met je vrouw Ik zie nee, dat jullie maar... helemaal de weg kwijt zijn. Ga door. Nee, we zijn, we zijn helemaal niet de weg kwijt. Uh, kijk, wat, wat mij stoort aan Yuki is dat Yuki uh, vaak zo'n explosief uh, mannetje is over de boordradio. Als het team dat vraagt, van... En het is van tevoren besproken dat ze allebei andere strategieën hebben. Nou, dan heb je de kans dat je aan het einde van de race bij elkaar komt. Wat er nou gebeurde: dan ga je, hij wist dat hij geen punten kon halen. Ricciardo, zeer kleine kans op punten te halen. Maar goed, als je verder naar voren had kunnen eindigen op die band, nou prima. Als het team het vraagt, dan luister je en dan doe je het. Ze betalen wel je salaris. Als het dan vervolgens inderdaad het Ricciardo niet lukt, dan ben ik het helemaal met je eens dat hij die plek terug moet geven. Alleen als het team zegt: jij rijdt op je harde bandjes, hij rijdt op veel nieuwere, verse Zachte banden. Hij heeft nou het voordeel, laat hem proberen. Maar kan je niet als excuus gebruiken dat het die twee ronden was, Ruud. Dat als dat je excuus is, ja, dat, dat, dat is echt, die, is, die is te dun. Die is echt flinterdun. Want je, dan ga je gewoon zoeken. Ik heb je er voorbij gelaten. Weet je, we zaten even in de motie. Ik wilde het zelf ook proberen. Nou, het lukte me niet. Ik heb je er voorbij gelaten. Maar volgens mij heb je mij niet teruggegeven. Sta jij hier boven mij, terwijl ik hem gegeven heb. Je, je hebt uh, mij niet uitgeremd. Je bent niet sneller dan mij. Je hebt, helemaal, je, je hebt hem niet eens verdiend. Want dat is het tweede deel van het verhaal. Tuurlijk moet ik jou dat die plek teruggeven. Al doet je het op mijn finishlijn. Weet je, ja. even van je gas af. Wat interesseert het. Dat is het plekje 12, 13, 14. Alleen. de discussie ja, maar, van tevoren. Ja. Maar ik vond ook dat Ferrari het stom speelde. Want op een gegeven moment was al heel duidelijk dat Leclerc gewoon echt de pace niet had. In het begin van de race, eerste stint. Wie zit ja. erachter? Sainz. Nou, uiteindelijk ging het tien keer wijd en bocht tien. En toen lukt het een keer. Maar na de pitstop, wie zat er weer achter? Sainz. En toen hebben ze iets slimmer aangepakt. Alleen je vliegt er zoveel tijd mee. Had. Uh, ja, maar wacht stress even, hè. kunnen hebben? Het was niet zo dat. In dit geval, ik ga even terug naar Yuki, uh, Yuki Tsunoda. Uh, dat Ricciardo oppermachtig veel sneller was. En lang erachter gehangen heeft. En dat was bij Sainz en Leclerc was dat andersom. Hè? Want Sainz moest echt Leclerc uitremmen. Die moest echt, dat, dat was racen. En dat is hoe het hoort te zijn. En geen cadeautjes. Want. Uh, als je iets geeft, hoor je hem terug te geven. Bij ons is het uh, uh, in de sport uh, met, met racen, dat wij altijd de afspraak maken. Oké, okay, ik ruil. Mm -hmm. Maar als diegene dan die ander voorbij gaat, heeft hij hem verdiend. Ja, als hij meer dan een anderhalve seconde weg rijdt, dan heeft hij hem ook verdiend. Want dan ben je echt een stuk sneller. Ja, ik bedoel, wij hebben korte afstandsraces natuurlijk, maar 12, uh, 12 tot 14 rondjes. Ja, maar is het, kan jij binnen de seconde blijven, is heel simpel, dan moet je hem teruggeven. Dat, dat is wat je van tevoren moet afspreken. En dat is ook hoe het zou moeten zijn. Want dan ben je als team in ieder geval heb je iets meer kracht tegen de concurrentie. En dat is, dat is het enige. Maar geef je hem niet terug. Ja, ik, ik begrijp Yuki. Ik, ik, ik begrijp exact iedereen. Ik, ik was exact hetzelfde. En niet dat ik meer fan ben dan van Yuki. Nee, ik vind, gewoon, ik vind het respectloos als jij een gratis cadeautje krijgt en daarna je middelvinger opsteekt. Ja, ik ga je vertellen, dat gaat de rest van het seizoen gaat voor ons smullen worden. Want ik je begrijpt natuurlijk wel wat er gebeurt, hè. Je dacht niet dat Yuki hier nog één keer intrapt. Echt van zijn leven niet. Laten we ervan uitgaan dat die achter de schermen nog even met elkaar gebabbeld hebben. En dat het goed is. Maar dat achter de schermen inderdaad wel een zaadje is geplant. Waarbij de coureurs, ja. Dat als er zich nog een situatie voordoet. Dat uh, het zomaar zou kunnen zijn dat ze zich misschien een keer gaan raken. Als, het, als de frustratie ja. zich opbouwen, je weet nou ja, het niet. Weet je, dat, 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 is dan, dat is dan maar een keer zo. Ik bedoel, nou, als ze ja, naar de Grand Prix zelf keken, he, het, was toch, het was toch nou niet echt heel erg. Het was voor de eerst in de historie van de Formule 1 dat er een keer oh, die race een die race, race was. race van Tom Coronel Oei. Ik, ik hoor dat het een beetje steekt bij Ruud, dat ik, dat ik <laughs> gewoon alles goed had. Ja, maar Ruud, nee. Ruud, ik ga nog niet te veel op de me... zaken vooruit lopen. Maar laten we het even voor jou positief brengen. Is dat jij niet degene bent die het slechtst voorspeld heeft. Dat gezegd nee, hebben Dan nee. gaan wij naar de Racing News vragenronde. Nee, ja, even, 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 jij... even, terug, even terug, Joris. Vond, vond je die race nou echt boeiend dan? Het was toch niet heel veel aan? Het was een prima warming-up. Laten het zo Het was even lekker om erin te komen. Even de systeem een beetje glad te strijken. Een beetje de roest ervan af te halen. Wat goed was, dat je eventjes... Ik bedoel, de kaarten waren geschud. Je hebt iedereen in de bak gelegd. En je ziet nu de rangorde voor de rest van het seizoen. En daar had iedereen wel vraagtekens naar. Hoeveel is de concurrentie ingelopen op Verstappen? Is de Ferrari echt zo snel? Is de nieuwe Mercedes echt wel zo snel? Nou, je ziet, weet je, er is best wel wat veranderd bij de teams. En ik vind ook dat... Tussen plek 2 en plek 9, dat was die twee tiende verschil. Daar gaan wij echt gewoon, gewoon in één keer het omgekeerde zien. En weer terug. En het omgekeerde. En de mixer daarvan. Weet ik zeker. Dus het wordt echt wel spannend. Van plek 2 tot plek 10 is het gewoon echt spannend. Dan gaan wij nu naar de Racing News vragenronde. Mocht je nou een hele belangrijke vraag hebben, of een niet zo belangrijke vraag voor de podcast, dan kun je die gewoon stellen na afloop van de race. Zie je een poll op onze Instagram-story? Daar kun je hem achterlaten. Maar mocht je nou inderdaad, wat ik vorige keer zei, woensdagnacht half vier s'nachts denken: chips, ik heb een vraag, ga even naar Instagram, at Joris Mosterdijk. Kun je mij gewoon een DM sturen en dan ga ik de vragen noteren en wellicht hoor je ze. Uh, onder andere een vraag van Raoul. Die zegt, en ook natuurlijk gisteren in de race: vaak zie je dat twee auto's, Strijd met elkaar aangaan. Eentje is dan vol aan het verdedigen, en eentje zit natuurlijk vol in de aanval. Maar wat kost nou meer van je banden qua slijtage? Verdedigen of aanvallen? Goeie. In principe verdedigen. In principe verdedigen ben jij de zwakte. Want je gaat namelijk andere lijnen rijden. Uh, en ja dan ga je net even ietsjes meer naar binnen duiken. En daardoor ga je iets meer vragen van je banden. Je maakt daardoor ook sneller een foutje. Hè, dat je net even doorschiet, of net even verremt, of net even de acceleratie niet kan hebben. Doordat je, hem, doordat je, hem, doordat je de radius korter hebt gehouden, hè, dat je hem niet uit kan laten, laten lopen. Dus. Mijn gevoel zegt, de aanvallende partij is altijd, uh, heeft altijd een voordeel en de verdedigende partij altijd een, uh, een minnetje. Ja. Ik zag Ruud instemmend knikken. Ja, ik denk alleen dat als, uh, uh, als je kijkt naar Bahrein, dan was inhalen toch niet zo heel erg makkelijk. Uh, je had best wel wat cursussen die klaagde over uh, overwritting, terwijl het was er echt cool. Ja. Uh, zeker voor Bahrein, het was 18, 19 graden. graden of zo. Ja. ja. Op, op zaterdag had je gewoon de mensen met vesten en jassen aan. Dan denk je, dat Aaron die had een ook een woestijn. jas aan. Dat, Aaron zei ja. dat er mensen jaloers op hem waren. omdat Aaron een jas mee had genomen. en allerlei andere mensen niet. Uh, maar goed, voordeel <laughs> voor al die journalisten. die als het goed is weer 1400 kilometer reizen naar uh, Saudi-Arabië. daar is het in ieder geval een stukje warmer. Uh, Vera die zegt: stel, Max belt met Ferrari. dat hij maar al te graag in 2025. voor het team van Fred Vasseur wil komen rijden. maar alleen dan volgend jaar. Zegt Vasseur dan ja? En in dat geval, wie komt er dan in 2025 niet op de baan voor Ferrari? Nou, dat is Max. Want in zijn contract staat wel heel duidelijk dat hij dan nog bij Red Bull zit. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Als, als. Ja, weet je, die, 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 die gaat niet gebeuren. Maar waar je nou wel de, de, de geruchtjes af en toe over hoort, met al het Red Bull-gezeik, is natuurlijk dat hè, Toto Wolff af en toe weer een keer even een beetje zijn visengeltje ja. uitgooit en hè, een beetje een dobber is. Je, je ziet van, als nou, Horner blijft, dan valt Red Bull uit elkaar, dan gaat Mark weg. Nou, het wordt heel veel opgeblazen, dus ik vind het ook zo'n ja, topic waarvan is, ik denk van... Ja, steek onder water. Ja, is, kijk Max er Max rijdt gewoon de voor een jaar bij Red Bull, daar zijn hele rare dingen gebeuren. En ja, als je kijkt, je moet niet vergeten tot, tot, tot waar het Max 2020. om gaat. Uh, nou, nee, niet 28 hoor. Hij heeft een escape uh, voor 26, daar ben ik heilig van overtuigd. Dat heeft natuurlijk met de motoren te maken. Ja, maar zo uh, toe... Nee, na. Uh, voor. Ja, dus tot en met 25. Ja, want ik bedoel, daar zit natuurlijk een zekerheidsdingetje in. Dat uh, als de motoren niet lukken bij Red Bull Powertrain, dat die, dat, uh, daar zit een escape in. 100%. Um, en dat weet ik trouwens heel zeker. Wat, uh, wat ik, uh, ja. Alleen hoe Sorry, weet je ik, dat er sommige vond, dingen want, kan ik niet zeggen waarom. Ja, maar nee? Ik maar neem ik zal Tom, dat is het moeilijke natuurlijk. Van, je weet nooit hoe goed je motor is in vergelijking met de rest. Ja. He, je krijgt eigenlijk heel veel verhalen. Niemand wist toen we naar die V6-motoren gingen dat Mercedes zo'n raketmotor had en dat de rest er helemaal naast had. Nou is die kans ook alweer aanwezig dat Mercedes weer een dijk van de motor bouwt. Het is met alle respect voor Red Bull Powertrains, is het wel een heel ander type bedrijf. Kaleepig, ja. met zoveel ja. kennis ja. in de, ja, de hele autotak. Ja, maar we moeten niet vergeten. Het wordt 50% hybride, 50% natuurlijk uh, atmosferische motoren. Dus, dus het hybride, oftewel het elektrische gedeelte, gaat daar wel een, een hele belangrijke rol in spelen. Omdat die natuurlijk gewoon echt veel meer vermogen uh, gaan leveren. Ik, ik ben heel erg benieuwd überhaupt uh, hoe dat eruit ziet. Ik denk dat we dingen gaan zien zoals we ook in het begin van deze periode van de auto uh, gaan meekrijgen. Dat ze te zwaar zijn. Want de accu's worden namelijk ook veel, veel groter. Ja. En dan wordt de auto zwaarder. En als die zwaarder is, wordt het weer moeilijk inhalen. En dat is wel een beetje het probleem van de Formule 1. De auto's zijn steeds zwaarder aan het worden. En dat verandert ook een beetje het hele spel. Op de baan. Dan heb ik het over de banden. Dan heb ik het over het inhalen. Dan heb ik het over het verschil tussen de race pace en de kwalificatie. Ja, dat, dat zijn toch wel hele rare dingen die er, uh, die er gaan spelen. Maar ja. je vraagt, terug te komen, Ferrari. Kijk, als ik Fred van was en ik kan Lewis Hamilton en Max Verstappen ja, als teamgenoten krijgen. En ook nog eens een keer in een Ferrari. Ja jongens, dat is, dat, dat is de droom van iedere regisseur. Dan heb je de twee... Rijders die de meeste strijd gaan leveren. In de allermooiste auto die er is. Ja, maar die jongens, dat, 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 dat is een film. Dat, dat is, dan wordt, dat dan is er wordt niet uh, bij deze... Dan gaat Leclerc de geschiedenisboeken in als duurste derde rijder uit de geschiedenis van de Formule 1. <laughs> ja, nou, die mag het pitbord uithangen. Dat klopt, dat zeg je goed. <laughs> hey, even één <laughs> laatste vraag uh, van Christoffer die ook over Ferrari ging. Want die vroeg zich af, en ik vroeg me ook af, waar waren de Ferrari-monteurs om Sainz te omhelzen? Want Verstappen die stapte de auto uit en die rende naar zijn team toe. Perez, nou ja, goed, die kan naar hetzelfde team. En nou ja, het was bijna. Nou, zielig. Je zag uh, Sainz die auto uitstappen, zijn viziertje omhoog doen. Je zag hem drie keer naar links en naar rechts kijken. En er was gewoon geen Ferrari-monteur te bekennen die hem stond om hem ja. daar te omhelzen. Ja, <laughs> ja nou, heb om, ik ook niet meegemaakt. Om met mee de woorden van Tom Cornell uh, te praten. Alleen zegers vier toch? Ja, <laughs> nee, maar <laughs> ik, zal... ik, ik heb hetzelfde meegemaakt, hè, Joris. Ik won mijn eerste race in Japan met de Formule 3. En er was helemaal niemand. Dus ik denk, wat heb ik misdaan? Heb ik, heb ik iets raars gedaan of zo? Dus later liep ik naar, uh, naar de teambaas toe, uh, Jun Yamada. En ik zeg, uh, Jun-san, uh, was there a problem? I mean, no, why? I said, the, the, there was nobody of the team at the podium. No, 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 we were, we were cleaning up the garages and every, putting everything in the truck. She but I won the race. Yeah, but that's your job. Gewoon zo van, ja, dat is jouw taak. En onze taak is om de vrachtwagen in te laden. Echt waar. Dit is echt gebeurd. Dus ja, toen, toen had ik wel zoiets... Oké, okay, jij hebt wel gelijk. Maar dat, dat is dus een denkwijze. Hè, dan mag, dan zie je het dus mag ook een gevierd he? maar Er mag best wel een beetje emotie in zitten. Als jij in het begin van het seizoen een podium pakt... dan weet je in ieder geval hoe de rest van het jaar eruit gaat zien. Ja, ik, ik, ik weet niet wat daar, uh, wat daar is gebeurd. Ik weet het echt niet. Wat we dat de grootste tegenvallers eigenlijk? Want... Je had natuurlijk heel veel teams met hele grote plannen. Mercedes had van alles wilde. Dacht van, nou, ja. we staan er dichterbij. Ja. Die staan gewoon op hetzelfde. Als ik even iemand zou uh, zag er eventjes heel erg bijzonder uit... wat Mercedes natuurlijk had doen was met Russell uh, in de kwalificatie. En ik dacht nog heel eventjes in het begin van de race... Russell, wow, hij gaat de aanval inzetten. Hij probeert het echt. Maar ja, doordat hij dat deed... Ja, uh, had hij ook zijn banden weer verkloot. Dus... ja. Nee, ze, ze zijn er gewoon allemaal nog niet. Want Pires kan makkelijk uh, van P5 weer naar P2 rijden. Ik vond Nico Hulkenberg wel een tegenvaller. Die natuurlijk fantastisch kwalificeerde. We weten natuurlijk, ja, kwalificatiebeest wat hij genoemd, hoe je het wil noemen. Maar ja, uiteindelijk ja. door een foutje niet verder dan P16. En een positieve verrassing, zou ik er wel, wel kunnen zeggen: Lance Stroll, die toch nog één puntje pakte, die natuurlijk uh, achteraan staf ah, doorgecreten. We ja, Joris ja. Joris, ja. Als je Ruud. kijkt naar Aston Martin, vorig jaar ja. tweede geworden, dit jaar negen ja. en dan is daar weinig positieve verrassing aan. Er. Ja. Uh, hetzelfde geldt, vind ik, voor het team, het team van McLaren, wat vorig jaar aan het zes einde was. de en e Ja, maar wat dan gezien werd als de grootste uitdager. Uh, gewoon uh, 50 seconden. Uh, van Norris aan de broek en Piastri bijna een minuut, 6 en 8. Ja, het, 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 nou ja het, 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 het duidelijke verschil bij McLaren zie ik dat Piastri altijd de moeite heeft met, met gebruikte banden. Dus die, die net eventjes iets, iets, het gevoel, dat fijne gevoel, uh, gedurende de hele stint een klein beetje verliest. Dus als hij daaraan gaat werken, dan kan het best wel bijzonder worden. Maar inderdaad, de, de aanval van zowel een Ferrari als een Mercedes als een McLaren. Ja. Ik weet het niet hoor. Ik weet niet wat, wat zij de, geanalyseerd uh, hebben bij die Red Bulls. Maar ze hebben de sweet spot nog niet geraakt. Wat, nee, wat Ruud ook, in ieder geval uh, net al zei. Ric ja, Ric ja, Ric Ricciardo en Tsunoda viel toch ook wel een beetje, beetje tegen. Goed, nou verwacht je ook niet dat die in één keer tussen het fabrieksteam staan. Maar dat is nou niet zo dat je dacht, van, nou, daar zit een in die echt uh, overweldigend is. Maar dus ze staan er beter voor dan vorig jaar. Hé, hey, maar even terug naar het ongeluk uh, met Hulkenberg. Uh, kreeg Hulkenberg nou een, een tik van Bottas... Want ik zag het niet exact. Hulky ging naar binnen toe en in één keer zag ik zo'n hele rare manoeuvre. Ik had het gevoel, maar ik bedoel, dat, dat zouden we eventjes aan de rijder zelf moeten vragen. Ja, bottas dat, die uh, had wel dat voorvleugelschade. vleugelschade. Dat Hulky een tik kreeg van bottas. Dus dat hij er echt niks aan kon doen tegen Strol aan. En wat, wat uiteindelijk wat is de beslissing daar geweest van de wedstrijdleiding? Want niemand heeft echt een, een tik op zijn gehad. Niemand, niemand, niemand heeft de straf gekregen, nee? nee. Maar het zag eruit alsof Hulky echt een hele, hele domme actie deed, maar volgens mij kreeg hij een tik van achter. En dat hoeft maar dit te zijn, hè? Echt. Ja, volgens mij. Raakt zo, ja. Dit gaan we, dit gaan ja. we, nee, we ja, nu je, niet zo snel gaan uitkomen. We ik wil zeggen, we hebben genoeg fans die hier een antwoord op weten. Want wij moeten weer door. Want we hebben zoveel te doen. Namelijk nu terugblikken op de voorspellingen van de Grand Prix van Bahrein. Overwinningen moet je vieren. Dus Tom, hou je oren maar even open. Want meestal rond dit onderdeel krijg jij wat technische storingen. Maar dat is nu nergens voor nodig. We hadden namelijk voorspeld met z'n drieën. Wie pakt pole position? Alle drie hadden we dat goed met Max Verstappen. De top drie was helemaal goed voorspeld door Tom. Met Verstappen, Perez, Sainz. Wat zei je? Sorry, ik verstond je niet. Wacht even. Nee, nee, nee. nee. Die gaan weer, dit, iedereen die luisterde, die verstond dit weg. Uh, Ruud, jij had uh, Verstappen en Perez goed gegokt en Leclerc zat jij slechts één plekje vanaf. Dat levert je ook nog wat uh, punten op. En ik, ja, laten we zeggen, maar ik ben de rookie van het voorspellen. Ik had alleen de winnaar goed. En de voorspellingsvraag van Tom was hoeveel uitvallers gaan we krijgen en wie was de eerste? Nou goed, uh, ik ja. dacht drie uitvallers, Ruud dacht vier uitvallers, Tom dacht vijf uitvallers. Aangezien ik de punten doe, zou ik natuurlijk zelf mij de punten kunnen geven wat ik het dichtst erbij zit. Maar weet je, ik strijk over mijn hart. We pakken gewoon nul punten. Uh, ja, en wie de eerste uitvaller was. Uh, ja, hey, uh, Tom, jij zei Alonso, Ruud, Okon en ik, Magnussen. Uh, heeft natuurlijk geen zin. Ja. Uh, wat de stand is na ronde 1: 33 punten voor uh, Tom, 28 punten voor Ruud en 13 voor. Joris, uh, wij gaan dadelijk meteen weer voorspellen. Namelijk die Grand Prix van Saudi-Arabië. Maar niet voordat ik even het tijdschema van Viaplay met je heb doorgenomen. Want het is wederom een zaterdagrace. Wat dat is ik het Witwou's tijdschema, Joris. Want ik ja. zit namelijk in de studio. Dus nu moet ik even goed luisteren. Oké, okay, let op. Ja. Ik denk dat jij er wel even iets eerder moet zijn. Maar in ieder geval, de sessie ja. is de eerste sessie. De eerste vrije training is op de donderdag tussen half drie en half vier. Gevolgd door vrije training twee tussen zes en zeven. Oh. Wij gaan vrijdag de derde vrije training terug. Gemoed tussen half drie en half vier. De kwalificatie staat vrijdag tussen zes en zeven. En de race zaterdag 9 maart startie om zes uur. De dus Tom, weet even, uurtje of half vijf moet je daar zijn. Krijg je nog ja, even lekker etentje? Later ook, kijk maar. Kijk, even, even babbelen met Amber en dan komt het helemaal goed. Jongens, en dan natuurlijk gaan we... racing nieuws, uh, zie je dat die automatisch in uh, je agenda geschoten is? Ja, ja, de, ja de Formule 1 kalender. Ja. Mocht je nou ook heel mooi de Formule 1 kalender willen hebben... Eh, kan je kiezen voor alleen kwalificatie of race... of natuurlijk ook alle vrije trainingen erbij. Check dan even onze website racingnews365.nl. Daar kun je hem heel makkelijk vinden. En ik zal ook even het linkje in de beschrijving zetten van YouTube. Zodat ja, in ieder geval... Het mooie hey. ervan is, met één druk op de knop schieten alles in je agenda. Dat is helemaal top. Dat hebben jullie echt goed gedaan. Topje. Dankjewel Kijk, voor deze dan promo, Tom. Tienduizenden mensen gebruik van. Dus helemaal goed. Dank u wel. Voordat wij naar de voorspellingsvraag gaan van Ruud voor die Grand Prix van Saudi-Arabië, wil ik van Tom weten wie gaat er vandoor met pole position? Ja, nou zie je hem twijfelen, Max Leclerc. Ja, ik zit er heel licht in twijfelen. Maar nee, max maar dat max wordt gewoon Max. max. Straten, ja, wordt Max. Vorig jaar kunnen we herinneren dat helemaal Alonso die deed. Dat is twee jaar geleden. Dat dus toen je net nog even in de muur zette, Of twee jaar geleden? Dat is 2021. Ja. ja, vorig jaar ja. brak ik een aandrijfasje af. Die bedoel ik Tom. Ook. Tom zit nog te veel in, in, zijn, in, zijn, nee. in zijn bol met die theatertour ja, van jou. Vorig ja, van jaar was erop. een aandrijfasje. Dat was vijf, vijf, vijftiende. 15e. Ruud, wie pakt ja. polposition? Max. Dan wil ik weten, Ruud, Max. wat wordt de top 3 van de Grand Prix? Wie heb jij dan? Ik heb, voor... ik heb al ingevuld. Ik kan het al vertellen. Dan mogen jullie niet hetzelfde. Dat vind ik prima. Nee, ik had verstappen pak pol en de top 3 wordt verstappen per Sainz. Zo. Zo. Ja. Nou, Ruud, hoe nee, jij nou, Nummer 1, die kun je al invullen. Ik heb daarin gevuld, Magnussen. <laughs> ja, Verstappen. Nee, ja, Verstappen staat er, heel goed. Heel goed. Um, ja, als hier niet tweede wordt, dan is het een pure achteruitgang ten opzichte van vorig jaar. Um, en ik ga gewoon voor nummer 3 Nou, voor, uh, ja, ik moet een keer iets anders roepen van Tom. Dus ik ga gewoon voor Lando Norris. Het wordt een vraag, maar ik ga gewoon van Lennon Norris. Het wordt Leclerc, Leclerc, Leclerc. maar ik, ik moet Loris inzetten. <laughs> uh, ja. Tom, zeg het eens. Wie, uh, wat wordt het op drie nou, Kijk, van de race? Het mooie hier is: kijk, uh, Pires heeft natuurlijk de massa dat de auto altijd constant is. Maar we weten dat inhalen net eventjes wat moeilijker is vanwege het straatscue. Dus ik zeg 1 max, 2 Leclerc, 3 Pires. 3 verschillen. Ruud, wat ja. is jouw voorspellingsvraag? Nou, we hebben natuurlijk toch al: ik vond het een, gewoon een saaie race, jullie allemaal niet. Maar daarom, ik wil iets meer actie zien. Welke coureur vouwt zijn auto als eerste gewoon lekker helemaal op in die muur? Oh, en dan in de race? Dan maakt me niet Alleen uit in het is. hele weekend. Want ik heb gewoon okay. niks gezien qua schade, spinnetjes, andere dingen in Bahrein. Los van een keer een blokkerend uh, wieltje in bocht 10. Dus oké, okay, het moet wel minimaal gewoon een voorvleugel af zijn. Niet, niet een endplate, gewoon serieus. Laat ik het zo zeggen, mag. Mag de coureur nog terugrijden zelf naar de grid? Of ja hoor, is zeg maar de eerste ja, maar coureur die weggetakeld moet worden? Nee, er moet gewoon echt minimaal, gewoon echt minimaal die halve vol moet eraf zijn. Het liefste gewoon helemaal de ophanging krom. Alles, weet je. Gewoon full pool erin. Net als de Schumacher mag Maar ik wil een beetje spanning Ja, ik spanning wil dit en zeggen, zeggen. dat lukt je daar wel. De, als je ik, daar überhaupt de muur raakt, is die plat hoor. Ik heb een coureur al genoteerd. Maar Tom, zeg heb maar. jij? Nee, ik, maar, ik ga het nog niet zeggen, toch? Of mag ik nog nu van nog worden? Oh, oké, okay. Gasly. Zeg het eens, Ruud. Jij was het nou, ik mag als laatste. Oké, okay. maar... uh, ik heb, ik heb uh, Ocon. Ocon, ah. oh, jullie denken dat allemaal wel de op ja. Ja. ja, ik had ook. Ja, die gasten die denken, dit is mijn kans, straat ja. is ja. Al moet ik wel zeggen nou, met dat Sergeant ook op het puntje van mijn tong lag, maar... Ja, dat geeft voor Yuki. Yuki is zo lekker gefrustreerd. Ja. <laughs> Helemaal goed. Dan uh, zijn die voorspellingen genoteerd en gesield. Wil ik alleen nog even dat weten, jongens. Uh, Grand Prix Saudi-Arabië. Natuurlijk uh, ja, het, het snelste straatcircuit uh, wat we hebben natuurlijk op de kalender. Ze laten ja. natuurlijk een beetje het de, de, de stoffige Sahara's of het zand laten ze achter in Bahrein en gaan uh, naar uh, de Corniche uh, circuit um, we weten waarschijnlijk dat gewoon de Red Bull er heel lekker bij zit. Kunnen we iets verwachten van wie daarnaast sterk gaat zijn? McLaren die misschien uit gaat blinken, toch die Ferraris of toch uh, een Mercedes? Nee, het moeten McLaren en Ferrari zijn. McLaren was gewoon goed op dit soort circuits. Die werden vaak ook geprezen voor die rechte lijnsnelheid. Ferrari zat er vorig jaar ook al gewoon goed bij. Uh, kijk bijvoorbeeld ook naar een circuit als Las Vegas waar, waarop McLaren het super deed. Ik hoop gewoon dat het, dat het gewoon een stuk spannender wordt. En je kunt inhalen. En je kunt spelen met de safety car line. Dat hebben we in het verleden ook, ja. ook gezien. Hè? Met, uh, met Max versus Lewis. Kijken wie als laatste remt Om dan de DRS nog even te pakken. Ja, niet wie hem wil hebben. Maar ja, dat. Het, 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 het mag gewoon iets minder braaf. En ik hoop dat de voorsprong van de Red Bull ook niet zo gigantisch is. Ik vrees het wel. Maar... Wordt de voorsprong Tom, van de Red Bull groter of kleiner dan in Bahrein? Kleiner. Het is niet nodig om weg te rijden. Waarom zou je het risico nemen? Ja, je, hebt, je, hebt, je hebt safety car kans. Nee, maar de bandenslijtage heel is. is heel anders. De bandenslijtage in Bahrein is, is heel zwaar. Uh, allemaal medium high speeds. En, en Max die heeft daar gewoon het meeste gevoel voor. Want we kunnen daar lang of kort over discussiëren wat jullie willen. Ik zie gewoon dat hij zo mooi constant rijdt. En zo mooi met die banden kan aanvoelen wanneer, wanneer ze pijn hebben. Dus uh, nee, nee, nee. Ik zie hem niet zo'n grote voorsprong pakken. En het is ook helemaal niet nodig. Laten we zo zeggen, de voorsprong van Verstappen op de nummer 2 in Bahrein was 11 seconden vorig jaar, dit jaar 22. En als we gaan kijken naar Sergio Dat Perez wel. en de afstand tussen de eerste niet-Red Bull was in Jeddah vorig jaar 20,7 seconden. Nee, het was. Het was 5,5 ja, ja. seconden uh, finish te verstappen achter Perez. En daarna was Alonso inderdaad op 20,7 ja. ja. seconden. Um, ik denk dat wij uh, deze podcast langzaam af gaan ronden. Mocht jij nou deze podcast luisteren en bijvoorbeeld bekijken via YouTube, laat even in de comments weten of jij het eens bent met de voorspellingen die wij gedaan hebben voor die Grand Prix van Saudi-Arabië in Jeddah. Um, we gaan ook natuurlijk even nog vooruitblikken. Deze week op het, uh, op het hele, eigenlijk hele seizoen... hebben we gedaan met Mike Hezemans. Op de kartbaan. Hezemans. Tom, we gaan natuurlijk even met jou ook nog even iets ja. meer vooruitblikken op die Grand Prix van saoedi arabië uh, Tom Ruud, in ieder geval bedankt voor nu. Jullie bedankt voor het kijken en het luisteren. Vond je het nou een toffe aflevering, je weet hoe je ons kan supporten. Abonneer je op ons YouTube kanaal. Uh, laat even vijf sterren achter of een leuke review bij Apple Podcast en Spotify. Zo worden wij door nog meer mensen gevonden. En kun je gewoon met nog meer vrienden en collega's praten. Over die mooiste sport ter wereld, dan zou ik zeggen: jongens, wij zijn er volgende week zondag weer. Want dan gaan we terugblikken op die Grand Prix van Saudi-Arabië.